Ja, wat Kalen en Kokki al maanden roepen, is dan nu in twee dagen tijd gebeurd. Van de Sar stapt op en Heitinga gaat niet door als trainer van Ajax 1. En lijkt hierdoor het slachtoffer te worden van zijn bereidheid om Ajax uit de brand te helpen. Hoe nu verder met Ajax? Moeten we het dan maar gaan doen met een buitenlandse coach? En wat betekent de totale leegloop van Ajax-iconen? En wie wordt de algemeen directeur? Ondanks dat het seizoen ten einde is, genoeg te bespreken. Ja, welkom. Nu... Ja, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, uh, Sam. Ja? Wat vond je ervan? Ja, ik vind het een prachtige intro. Ja, klopt het ook een beetje? Want ik, ik, ik dacht, uh, nou ja, jullie roepen natuurlijk ook al maanden... dat Van der Sar moet opstappen, ja. maar ook natuurlijk wel... dat hij te gaan misschien niet de coach is van Ajax 1... maar dat hij he, door zijn bereidheid om te helpen... zichzelf misschien wel aan de vingers snijdt. Wij zijn uh, volgens mij de eerste geweest die uh, bij de aanstelling vanuit die gaan... of voordat er überhaupt sprake was, hebben we gezegd tegen hem: doe het niet. Het wist benest en, en uh, het, 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 het was te groot om überhaupt. De zorgvuldig uitgestippelde route die hij die gauw voor ogen had. om niet te onderbreken. om coach van IJs 1 te worden gezien. alle perikelen die er in de arena op dat moment aan de hand waren. Hè? Want het was niet alleen de onrust bij het, bij het eerste elftal. maar het was natuurlijk sowieso één grote chaos al binnen op dat moment. Ja. En wat ik heel erg vind, Sam. Uh, wat ik heel erg vind, is dat. Uh, Eigenlijk de twee mensen die verantwoordelijk zijn voor het hele verhaal. Hij heeft in hij heeft eerste instantie gezegd... ik heb een koers, ik heb een, ik heb een tijdspad voor mezelf uitgestrippeld... waarin ik uiteindelijk wil toegroeien naar die functie... van mogelijk hoofdtrainer bij AX1. En met name uh, onder druk van, uh, van Van der Sar... maar niet te vergeten onder druk van uh, onze vriend uh, Maurits Hendricks... Ja. Uh, heeft hij ja gezegd. En is hij uh, die in die... Uh, is die Vanwege clubliefde, vanwege zijn binding met Ajax... heeft hij ja gezegd tegen die functie. Met alle gevolgen van dien. En uh, ik denk dat er uh, heel veel mensen aan voorbij gaan. Maar meneer uh, Hendricks, he, van de Sar hebben we nu vaarwel uh, gezegd. Maar meneer Hendricks is even zo goed verantwoordelijk voor dit hele verhaal. Wat, wat, wat was jouw eerste reactie toen je het gisteren hoorde? Uh, logisch maar. Een beetje een logisch komma, maar er zit, een, er zit een heel verhaal achter. Ik bedoel, ik, we kunnen met z'n allen zien dat hij die gaan niet heeft kunnen brengen wat iedereen had gehoopt. Wij waren. Uh, ja, en ook in dit programma hebben we daar regelmatig over. We hadden gehoopt dat hij meer met, met, met andere dingen zou gaan doen. Dat hij met jeugd zou gaan werken. Dat hij, uh, dat hij mensen zou gaan inpassen. Dat hij toch iets anders zou doen. Maar het was eigenlijk meer of meer het voorborduren op hetgene wat Schreuder eigenlijk al neergezet had. Ja, en dan zeggen nu mensen natuurlijk ook, en misschien wij ook wel, van ja, heeft hij dan wel een eerlijke kans gekregen? Nee, hij begon als vijfde. Dat hele team lag uh, op zijn gat, weet je wel. Ja. Nee, Sarre heeft een cruciale fout gemaakt, vinden wij. Uh, en ik spreek ook namens Kokkie in dit hele verhaal, omdat ik weet dat hij er zo over denkt. Uh, Sar had tijdens de winterstop of voor het WK... afscheid moeten nemen van Schreuder. Gezien alle dingen die er gebeurd waren daarvoor. Heeft hij niet gedaan, heeft hij verzuimd. Hij laat het sudderen tot halverwege januari. Dan pas, he, na de winterstop, neemt hij pas die beslissing. Waardoor hij die op geen enkele manier de mogelijkheid heeft gekregen... om, om uh, het elftal naar zijn hand te zetten. Dus hij moest het doen. Met de spelers die er waren, naar nou, de dus je dienst. Maar voor de rest heeft hij ook geen tijd gehad. om, om ook maar eens even rustig. Uh, dat elftal neer te gaan zetten. Zij ja. dus moesten het doen onder druk van. Dan gaat die zeven wedstrijden, dan gaat het op rij gaat het goed. Hè? Tegen de mindere goden van. Uh, met alle respect uh, van de Eredivisie. En dan krijg je die wedstrijd tegen Union Berlin. waar je kansloos eruit geflikkerd wordt. En die zijn niet zo goed, hè? Nou ja, weet je. Het, hey, die zijn het, niet goed. Het, 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 dat vind jij. Ik vond, het een, ik vond het, ik vind het een. Maar dan nog. Dan hoor je als Ajax hiervan te winnen. Klaar. Ja, ja. Zo simpel is het. Het is de nummer drie, vier van de Bundesliga. Ze stonden op dat moment tweede. Ze deden het hartstikke goed. Maar laten we eerlijk zijn: het is een, het is een team van harde werkers. En meer was het niet. Nee, oké. Okay, maar je moet daar misschien. Wat jij zegt: je moet daar wel winnen. Wat, wat, wat miste jij in de visie van te gaan? Ik mis, uh, wat, wat ik miste, naar de visie, dat weet ik niet. Want ik wist niet eens wat zijn visie was. Ja, maar is dat, dat misschien ook wel. Misschien iets, is dat wel het grootste uh... probleem. Want je visie kan je alleen uh, ten uitvoer brengen op het moment dat je een elftal hebt staan, wat jij gekozen hebt. En dan maar gelijk, dus een mooi bruggetje wat je nu zegt. Want Miss dat zegt nu heel duidelijk: van luister, als het gaat om de transfers voor de komende zomer, dan ben ik daar verantwoordelijk voor. Die ga ik, of als de directie gaat dat halen. En de trainer is Eigenlijk een soort van passant. Want dat zegt hij. Ja, wat, wat vind je daarvan? Dat vind ik heel slecht. En waarom? Want volgens mij moet de trainer met die groep werken. En volgens mij is de trainer verantwoordelijk voor het elftal. Dus is de trainer ook verantwoordelijk voor de spelers die hij gaat opstellen. Maar hoe ga je nou in hemelsnaam, hoe ga je nou in hemelsnaam mensen binnenhalen? Die de trainer niet kiest. Maar dan kan je eigenlijk ook weer zo'n situatie krijgen. dan zitten we drie maanden in het seizoen. en dan gaat die trainer zeggen. ja, het loopt voor geen meter. maar ja, ja ik heb mijn eigen spelers niet. Precies, en dan dus komt, dat, zit je in een soort dus visuele dat, cirkel. Ja, nou ja, goed. Weet je, het was natuurlijk fantastisch wat we hadden. met Overmars en Ten Haag. En, en, en Van de Sar had je een driemans uh, eenheid, zeg maar. die verantwoordelijk waren voor, uh, voor transfers. en ook de uitvoering daarvan. En bij het wegvallen van Overmars en, en uh, Ten Haag viel dat weg er een het overgelaten aan een zaakwaarnemer van uh, van en, uh, en Schreuder die uh, die Melozen Melozenfiets ik vond die heet Melozenfiets ja je komt in de buurt en uh, met alle gevolgen van dien en, je, en dan, uh, ik, maar komt... een trainer is volgens mij een trainer is volgens mij degene die een elftal samenstelt en dat kan hij alleen doen als hij weet wat voor vlees hij in de kuip heeft ja en dan uh, nou, het nieuws komt dan naar buiten dan komt er een bijeenkomst ja. ik was daar ook bij met ja. Sven Mislintad ja ja en dan gebeurt er wel iets opmerkelijks vind ik want dan zegt hij ja, hij is geen assistent voor mij in mijn ogen. Hij is een hoofdcoach, ja. maar we zouden hem wel graag bij de club willen houden. Wat zegt hij dan eigenlijk? Jong Ajax, hij of zegt, wat zegt hij dan? Dat is, nee, dat zegt hij helemaal niet. Maar wat zegt hij dan? Hij zegt helemaal niks. Hij zegt if, maar het mooiste is je gaat nog aan één ding voorbij. In zijn contract staat dat hij dan mogelijkerwijs bij het eerste halfdoel op welke manier dan ook betrokken blijft hè? of assistent of willekeurig wat dan ook. Dus er staat contractueel is er iets vastgelegd. Daar wordt nu gebak zelf maar aan voorbij gegaan. Ja, dat contract is getekend. En nu blijkt het anders te worden. Want Heidiga voldoet dus niet. Ja. In de ogen van de heren. Dus gaat moet weg. En dan krijg je het verhaal van: Ja, maar het is een clubjongen. En ik vond het een positief gozer. En hij heeft allemaal dit. En bla bla bla. Weet je, onderaan de streep moet je dus nu voor Heitinga blijkbaar een functie gaan creëren. Want anders zou ik niet weten waar je Heitinga moet gaan laten. Als hij volgens niet dat geen assistent trainer kan worden. Als hij geen hoofdcoach is. dan blijft er nog één ding over. Hoofdjeugdopleiding is volgens mij de enige vacature. Maar nou, hij zegt hij ook, ook nog: ik zie Heitinga als hoofdcoach. Ja, waar dan? Hier of ergens anders. Ja, ja maar of dat, is anders. Heel, is dat is toch heel ergens anders. Raar. Want dat gaat hij dus niet bij Ajax worden. althans niet op korte termijn. Je gaat nu een trainer aanstellen. Dat doe je waarschijnlijk niet voor één seizoen. Ja. Dus. Wat gaat hij gaan doen in die tussentijd? Ja, en is, dan dan eigenlijk, en is het dan eigenlijk precies gebeurd waar jullie voor vreesden? Dat, ja. dat, dat hij gaat ja. nu eigenlijk een beetje. Ja. Ja. ja, maar ze zijn. als je de afgelopen maanden doorkijkt, zijn ze bezig om het Ajax-DNA uit die club te slopen. Letterlijk. Er is niemand meer over. Klaas-Jan Huntelaar verlengt voor vier jaar, maar krijgt de toekomst toegewezen met de opleiding van, 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 van jeugd en wat de jeugdcontractjes doen en dergelijke. Maar voor het overige hebben we dus niemand meer. Meneer uh, Eringa, waar we in eerste instantie toch wel zoiets hadden van... nou, die gaan we eens even schoon schip maken. Maar meneer Eringa loopt nu doodloop te verkondigen... dat de directeur die ingevoerd moet gaan worden, of de algemeen directeur... hij zegt niet dat dat iemand is met ASDNA. Hij zegt dat er binnen directie mogelijkerwijs iemand met ASDNA toegevoegd moet gaan worden. Dus de algemeen directeur kan net zo goed iemand van hè? meneer Hendricks wel. Laten we maar eens even een, noem, een naam noemen waarvan ik denk dat hij het, dat hij het gaat worden. Ja, nou ja, laten we doorgaan van de ja. ene ajax naar de andere. Edwin van der Sar, ja. die uh, was een dag daarvoor. Ja. Het is allemaal in twee dagen tijd gebeurd. Uh, ja, ik zat daar even te denken, als je kijkt naar de sportieve prestaties onder van der Sar, kan je daar dan iets aan... aan... Dat je zegt, ja, we zijn uh, een paar keer kampioen geworden, we hebben de halve finale van de Champions League bereikt. Hij is medeverantwoordelijk geweest. Net zoals dat hij medeverantwoordelijk is geweest voor het negatieve, is hij ook medeverantwoordelijk geweest voor het positieve verhaal. Laat daar geen misverstand over bestaan. Hij heeft natuurlijk in, de, in het kielzog van, van Overmars. Heeft hij, uh, heeft, hij, heeft hij goede dingen kunnen doen? Hij is ook verantwoordelijk geweest, mijne samen met Michael Kinsbergen... voor de deal met Cico. Laten we dat ook niet vergeten. Dus hij heeft, uh, hij heeft, een, aantal, heeft er een aantal goede dingen heeft hij, heeft hij gedaan. Ontegenzeggelijke feit. Blijft overeind dat hij een aantal dossiers gewoon niet goed behandeld heeft. Maar dat weet hij denk ik zelf ook wel. Ja, is hij te lang gebleven? De vraag is of hij het überhaupt had moeten doen. Wat? Een goede keeper is nog geen goede algemeen directeur. Oh ja, daar twijfel je nu eigenlijk twijfel, ook over. Daar twijfel ik wel over, ja. Zeker. zeker. Ik denk dat, dat, dat uh, als je gaat kijken naar de prestaties van Ajax... dat hij voor een heel groot gedeelte op de konto van, uh, van Mark Overmars komen. En dat Van der Sar heeft kunnen functioneren... omdat er een aantal mensen in zijn omgeving was. En nogmaals, ook dat is een kwaliteit. Ja. Goede mensen aanstelt als algemeen directeur. En zelf uit de wind blijft ze prima. Maar het is ook een beetje in een stroomversnelling gegaan na het vertrek van Overmars. Hè? Dus uh, ja. ik zat ook te denken: heeft hij gewoon niet te veel hooi op zijn voorkomen? Zeker, maar het is, dat is ook zijn eigen uh, valkuil geweest. Je, als jij niet uh, in januari 2000, moet ik het goed zeggen, want we zijn alweer zover verder. We zijn anderhalf jaar verder inmiddels. Als je dan in januari niet besluit om een, over, een opvolger voor Overmars aan te stellen. Uh, en het zelf denkt te gaan doen met twee rookies met alle respect... Hè? Hamstra en Huntelaar op dat moment en vervolgens tot de conclusie komt dat het eigenlijk niet werkt... en dan die Milonovic op die zaakwaarnemer van Schreuder... En, en, uh, en Tadis erbij gaat betrekken om transfers rond te brengen. Dus die jongens, kom op nou. Maar en, uh, wat is en de weet rol Even de wat, Ik ga nog van? even één ding zeggen. Weet je wat mij heel erg opviel, uh, Sam? Is dat uh, meneer Misling dat loopt te verkondigen... die elf maanden geleden al de wedstrijden zo over. Daar gaan we het zo over. Ah, over. over. Hou die, ah, die nog heel veel binnen. Ja, we vast. Maar we, we kunnen het wel even over hem hebben. Want hij zegt, ik had Van der Sar wel graag willen behouden. Het was natuurlijk van de zijn eigen uh, keuze om op te stappen. Ja, zeker. Nadat hij uh, ongeveer alles wat hij wilde doen en alles wat hij kon doen en alles wat hij mocht doen, ongeveer onder zijn voeten vandaag gemaaid is. Uh, alle functies worden links en rechts worden opgenomen door, door anderen. En meneer Hendrix, meneer Hendrix, zal eens een keer zelf in de, in de spiegel moeten gaan kijken of die wel geschikt is voor de functie die hij nu bekleedt. He, meneer Van der Sar is weg, maar meneer Hendricks moet eigenlijk gewoon lekker in het kielzocht. Maar is het dan dragen. niet te veel? Het, ga, het gaat wel heel nee, snel is nu. Te veel. Meneer Hendricks heeft helemaal niets met Ajax. En meneer Hendricks die zit er net een half jaar. Die denkt dat hij gelijk algemeen directeur van Ajax kan worden. Meneer Hendricks moet gewoon lekker iets anders gaan doen. Ik heb nog een hele leuke hockeyploeg voor hem wachten in ja. het Amsterdamse bos. Oké, Kees een kampioen geworden. Okay. Nou, hij is nou kijk eens, hij is leuk. Moet je kijken wat hij daar kan doen. Meneer Hendricks hebben wij niet nodig. Geloof me nou. Dus als je zegt uh, Van der Sar weg, dat ja. vind jij niet erg? Nee. Dan ben je echt gewoon, uh... Althans, ik vind van der Sar geen goede. Ik vind van der Sar een fantastische keeper geweest. Ja. En ik denk dat van der Sar op zijn manier een aantal dingen positief heeft bijgedragen in zijn algemene directeurschap. Maar als je gaat kijken naar de grote lijnen, is hij in een aantal dossiers tekortgeschoten. Zo simpel is het. En wat is dan zijn grootste fout geweest, vind jij? Nou, er zijn er meerdere. Ik denk dat, kijk, hij is communicatief nooit een sterke man naar buiten toe geweest. Dat is misschien wel zijn grootste makker geweest. Maar als je gaat kijken naar het dossier Nouri, Als je gaat kijken naar het verhaal van Promes... Als je gaat kijken naar uh, het trainingskamp in Portugal. Als je gaat kijken, er zijn zoveel dingen geweest. En ik denk je van, man. We hebben om je lopen gillen op het moment dat we je nodig hadden. Op het moment dat de boel in brand stond. En je was er niet. Je was er gewoon niet. Je ging op vakantie naar Mexico. Weet ik wel waar je naartoe ging. Je was er niet. En ik denk dat als jij algemeen directeur en voorzitter bent van, van, van een club die, die, uh, die zo groot is, dan moet je ook een soort van, uh, ja, een soort van, 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 van voorkomen hebben en, en, en die, dat, je, dat je er ook staat. Hij stond er niet. Het nee. was geen man van of daar kan je niet omheen. En vind je dan ook dat hij misschien ook uh, dan Heitinga voor de bus heeft gegooid? Op, op, op dat heeft manier. hij zeker. Samen met Hendricks. Maar, maar wat was, was dan eigenlijk het andere, wat was dan de andere optie geweest? Misschien had, je, misschien had je het breder moeten trekken. Misschien had je... Michael Reiziger wordt nu, uh, wordt nu uh, bondscoach van Jong Oranje. En ik weet niet of Michael Reiziger... Misschien, maar misschien hadden ze het wel beide moeten doen. Misschien had je het breder moeten trekken. Nu hebben ze het gedaan met een pleister door, door een, een ervaren man ernaast te zetten. Maar ik denk dat je met een naam... Ik, je had Heidi niet moeten aandoen. Je wist dat dit fout kon gaan. En het afbreukrisico was te groot. Maar toch is het gek, hè? want Heidi ging het doen. Maar in de loop van het seizoen merkte hij ook wel aan Heidi uh, dat hij het ook wel wilde doen. Uh, dat hij zeg maar, ook wel wilde blijven ja, als had, trainer. Wat, van had dan, 1. wat had je daarvan verwacht? Nou, je kan ook zeggen van we zijn gewoon heel duidelijk. Je gaat een half jaar. Maar op een gegeven moment werd het. Ze zegt bijvoorbeeld: Smee Missing, dat ook. Ja, hij ligt op pole position. Weet je wel, dus dat wek je nee, ook een de een illusie... Een van de grote dat... fouten die meneer niet had dat ook gemaakt heeft... Dat ...had hij nooit moeten doen. Dat had hij nooit moeten doen. Dat had je ook kunnen nuanceren. Ja. Nou, we gaan het zo nog uh, verder over hem hebben. We gaan uh, speculeren. We gaan speculeren. En dat vind je leuk, weet, hè? Dat zei je net. Ja, maar jij weet, ja, ik weet wat jij wil gaan zeggen, Sanderit. Uh, Bart zit al te lachen. Ja? Ja. En als Bart gaat lachen, dan weet je het wel. Laten we beginnen bij de trainers. Want ja, er zijn natuurlijk twee uh, cruciale functies... Uh, ja. Knoetsen, en dan praten we, nee, maar luister dan. Dan praten we over, uh, dan praten we over iemand die dus ervaren moet zijn, He, Want dat is, dat is de profielschets. Kjellte Knoetsen, ja hoor, ja. Trainer bij Bodo Glimt, ja zeker. Kampioen geworden, ja fantastisch. Dat is aanvallend Van een voetbal voor de Noorse competitie, hè? Ja. Maar, uh, kampioen is kampioen, of ja niet? zeker, absoluut. De Noorse competitie, hè? Nog maar een keer. Ja, ga door. Wat denk je dan als je dat hoort? Laten we Hij bij dan hem nog beginnen. Een keer met 6-1 gewoon op een donkere novembernacht van, ja. vanuit Italië. Die jongens ja, ja. Die kwamen met de tweede helftal en die hadden met oorwarmers op en liepen met beenwarmers. En god mag weten meer. En die stierven van de kou en die zijn met 6-1 eraf gepoetst. In de, in, de, in, de, in de kwalificatie. En nou ja, goed, voor de voorrond, weet ik van wat het was. Maar in de groepsfase kregen ze hem nog een keer om een oren van dezelfde hier en van die, van die Italianen. Dus. Maar dan denk ik op een gegeven moment, meneer dat. wat is dan de toegevoegde waarde van die Hij speelt aanvallend voetbal. Ja, prima tot je dienst. Er zijn er nog wel meer die dat doen, toch? Ja, jij zou kunnen denken, misschien een parel. Een met? Een parel. Dat is iemand parel. die nog niet ontdekt is. En, ah, en dan okay, dan maar maar een... wacht even, dat past toch niet in die, in die profielschets? Nee. Dus we hebben het over die profielschrift. Dus dat iemand ervaren moet zijn. Ja, dat is het belangrijkste. Hij moet ervaren zijn. Maar bij een, hij grote, ook club die... Ajax, hè? Bij een grote club als Ajax, ervaring heeft. Maar hij zei ook bij die bijeenkomst, ja, het zou ook wel fijn zijn als hij de eredivisie kent ja. en Nederlands is. En Nederlands spreekt. Dat doet hij volgens mij niet, toch? Nee, dat lijkt me Goors niet. Hij lijkt nee. niet op Nederlands, toch? Maar ja, het, je kan natuurlijk ook zeggen, hij is gewoon een beetje aan het oriënteren. Hij is oh, aan het ja. kijken. Hij heeft een heel kort lijstje, zei hij er ook nog bij. Klein, klein, kort klein lijstje, lijstje ja. Ja. heeft hij. Want de volgende dus op Groenzen dat op. lijstje op. is Knoetsen. En dan hebben we dus ook Deense nog Kasper Ja. Bondscoach van het, van, het, van het Deense elftal. Ja. Ja. Zou ik nog logischer vinden trouwens. We hebben wel goede ervaringen met Denen. Alleen de laatste coach die waren, kwam ook uit Denemarken. Dat was overigens de laatste buitenlandse coach. Die kwam ook uit Denemarken. En die heeft het niet gered. Wordt die maar, werd ontslagen. Maar wat. Uh, uh, buitenlandse coach, vind je dat. Is dat nee, geen is geen goede zaak, denk nee, ik. Waarom van? niet? Vertel dan nou eens een Dat je Goed. een heel simpel. We hebben een aantal Nederlandse coaches. En ik denk dat je. Op de Nederlandse school, daar praten we toch met z'n allen over. Wij willen toch met AISO 4-3-3 gaan voetballen. We willen aanvallend voetbal. We willen. Uh... Wat is er mis met Peter Bos? Nou, laten we het zo over Peter Bos hebben, nou, maar toch heel veel over over die hebben. Maar laten we het even over die buitenlandse coach hebben. Want als je kijkt naar de selectie, de, de helft is ook niet meer Nederlands. Nee, maar dan gaan dus dat we er nou een, een, een buitenlandse coach voor die groep staat. Ja. Maar die, die buitenlandse coach, dat, bepaalt niet wat voor spelers er komen. Dat gaat we niet Mislintad gaan bepalen. Hè? Ja. ja. Maar ja, dus je wil ervaring. Maar ja, nou laten we dan wel naar Peter Bos gaan. Want weet je, dat wil jij zo graag. Ja, dat wil ik ook graag. Ja. Want in die bespreking, uh, ja, hij zegt niet de naam Peter Bos. Nee. Maar als hij die profielschets doet, dan. dan, dan... Klinkt het daar wel naar. Ja. Er zit alleen een Maar aan. Hè? Peter Bos heeft één vast assistent, jij heet Rob Maas. Ja. Er zit er wel een heel hoog Feyenoord gehold in, hè? zolang ze brand hè. Ja, ja. ja, ja. Te veel. vind ik wel hoor. Ja. Maar wacht nou, we mogen ook, ze, mogen, ze mogen geen mogen in het verleden hebben. Ze mogen ja, ook maar niet maar buitenland goed, zijn. Ik, Dan blijft alleen John Heijen te gaan nog over. Nou oh ja, goed, weet je, ik, nou, daar gaan we het niet meer over hebben. Nee, nee ja. ik snap het. Maar, ja, dus, maar Peter Bos is voor jou de, de droomkandidaat? Nee, maar ik niet zozeer de droomkandidaat. Want, bedoel, als je de, maar als je het profielschets leest, vind ik dat logischer... als dat je met meneer Knoetsen aankomt. <laughs> Het is alleen de naam Ik vind eigenlijk. Al, he? naam wel leuk, ja. Het is ook dus wel leuk. Een... We knoetsen. Ja, knoetsen. Dat, dat kunnen we wel. We geweldige afleveringen. Knoetsen, ja. Welke eigenschappen moet de Ajax-coach hebben, vind jij, volgend jaar? Nou, vooropgesteld is dat hij uh, heel sterk in zijn schoenen moet gaan staan. Het, Wat, moet een, het, het moet wordt een klus. Het moet een Frank de Boer zijn. Hoe, hoe gek het ook klinkt. Het moet een Frank de Boer, kijk, Frank de Boer heeft tijdens de Kruifrevolutie... Alle perikelen die op de, op de burelen toen speelden, heeft hij langs zich heen. Hij heeft de selectie toen op dat moment. Heeft hij uit de wind gehouden. Daar was hij een held in. Hij heeft iedereen heeft hij daar gelaten waar hij moest zijn. En hij is zijn eigen koers gaan varen. En is met het elftal vier keer en bijna vijf keer kampioen geworden. En dan kan je praten over het. Of over het, over het met mooi voetbal was. Ook. Ja, dat waar hij zeggen, heeft. Maar goed, ja. het Zijn belangrijkste, zijn belangrijkste uh, verhaal was dat hij. Zich geen bal aantrok van wat er in de arena op dat moment gebeurt. en gewoon het elftal klaarstoomde voor elke wedstrijd. En zo'n figuur hebben we nodig. Je moet iemand hebben die boven de partijen gaat staan. en die denkt van: joh, je kan wel met mijn rate roesten. ik ga het doen op mijn manier. Dus het moet eigenwijze flikker zijn. Bos is dat denk ik wel. Ja, en dan zou het dan ook kunnen te eigenwijs. omdat je dan, want als we het er net over hebben. dat mis niet dat, dus al die spelers zelf dus gaat aankopen. Dan komt Peter Bos met een hele duidelijke visie. Ja. Die denkt dan, nou, ja, dan loopt er een soort, uh, bij wijze van is... spreken, een Branko van de Bomen. Daar is hij dan wel gecharmeerd van. Maar dat kan dan iemand... Data, al... hè? Data, hè? Ja. Data. data. Ja, hoor. We hebben data. Maar dat wordt toch gewoon echt een probleem? Wie dat, een probleem? Welke coach het nou wordt? Ik vraag me ook af waarom Branko van de Bomen ja gezegd heeft. Je, heb, je, heb jij dat niet? Nou ja, hij zegt zelf ja, als, de he? als de grootste club... Ik heb hem niet gesproken. Oh. Nog niet, in ieder geval. De grootste club ja. van Nederland gaat bellen, dan, dan doe dat. Dat vind ik dat. Dat vind ik het mooiste wat er is. Die heb ik ook op, uh, op Insta neergezet. Ja. Dat vind ik een prachtige. Dat ja. past een ja. beetje wat bij we wat uh, Al de wereld ooit zei, toch? Zeker. Als Ajax belt en uh, ze willen je hebben, dan komen ze op de fiets. Nou, dat Nou, dat, dat blijkt maar weer. Ja. Nou, we gaan door. We gaan het over die ene man hebben. De Data-Duitser. Dat is die Bart. Hij gaat het over de Data-Duitser hebben. Vindt Bart dat fijn? Ja, Ja, Bart vindt uh, dat fijn. Oh, wat heerlijk. Twaalf dagen in dienst? Ja. Hij heeft, uh, nou, wat, ja. Jij hebt het wel eens over een shovel of uh, wat is het ook weer een bezem? Een schoffel. Een shovel. Een shovel? Ja. Daar, ja. Hij heeft hem in zijn handen en hij is ermee bezig volgens mij, hè? Ja, yes. is dat zo? Nou ja, als je op kijkt de juiste, naar er, Zit hij ook op de juiste plek die shovel erin dan? Dat is de vraag, vertel eens. Nou ja, goed, wat ik al zeg. Ik denk, ik hoop ook, we uh, gaan nog even terug naar die burelen van de Arena. We hebben natuurlijk een bestuursraad die vakant is. En ik hoop dat onze ereleden... Uh, de Michael Pragen, de Verwijken, de, de Arie van Eiders en van deze wereld. Dat ze een bestuursraad gaan kiezen. die uh, volgepropt is met AJS-DNA. die volgepropt is met ex-voetballers. die volgepropt is met mensen van de club. Dat vervolgens daar uh, kritisch gekeken gaat worden van die raad voor naar de Raad van Commissarissen. Dat we met z'n allen zeggen: van jongens, einde oefening, de groeten. we gaan daar gewoon lekker. Opnieuw beginnen. En dat die raad van commissaris en dat we daar in het kiel zo van uh, meneer Hendricks ook nog eventjes opzij en dan vervolgens weer lekker gaan bouwen aan de club Ajax. Maar Michelin, dat moet dan weg? Nee, Michelin, dat. No, nee, precies. Nee, okay, ja, Die heeft een, volgens mij nog die is net begonnen. Nee, daarom, oké, okay, ik zat even Daarvan te denken dat, dat, dat de nieuwe RVC hem dan moet gaan wegsturen. Ja, maar ik vraag me af wat voor, wat voor, uh, wat voor opdracht Michelin dat meegekregen heeft. Ja. Daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. En we zaten hier net voor, even in de kantine van uh, ja. NH. En toen, toen wa, wa, was er al iets waar jij wel over viel, hè? Dat hij elke wedstrijd... Uh, de elf afgelopen... maanden lang, hè? Ja. Elf maanden lang zegt hij dat hij al op de tribune heeft gezeten. Of niet voor de televisie, weet ik van waar hij gezeten heeft. Maar hij heeft elf maanden lang... Maar daar geloof je helemaal niks van. Luister, we leven nu vandaag toch in, laten we even zeggen, mei, hè? Want dat interview was mei. Dus als je daar elf maanden aftrekt, kom je juni vorig jaar uit. Toch? Ja. Volgens mij was dat het begin van de transferwindow, toch? Hoe dan. Ja, nee, Ajax is een mooie club. Ik, ik kijk ook wel eens. Ik bedoel, dus dat, uh, ja. Hij suggereert dus dat er op dat moment al gesprekken gaande waren. Want anders ga je dat niet doen. Ik bedoel, er zijn honderdduizend clubs waar je naar gaat kijken. Waarom dan specifiek Ajax? Hij is natuurlijk gecharmeerd van het mooie Ajax. Hè. Altijd ja, al geweest. Ja, ja, ja. Je ja, hebt ja, ja. Ja, de sprookjes van de Grimme Lees, <tie> jij ook volgens mij <tie> nog eens avond. Zeker el elke nacht. Ja, maar het, is, het stinkt aan alle kanten. Zo simpel is het. Het is voor mij dan. Hè. Maar ik ben misschien zwart wit in dit hele. Maar wat wereld. vind je van zijn tekst, hè? zijn tekst en uitleg bijvoorbeeld. Ik vind, het, ik vind het aan de ene kant eerlijk. Ik vind het aan de ene kant dat hij duidelijkheid geeft, vind ik hartstikke goed. Ja. Alleen uh, het verhaal daarna, met, met uh, het is een hoofdtrainer in de in Spe. en het is dit en ik denk ik op een gegeven moment. Jong, hou op nou. Hou op en wat nou. probeert hij te doen, denk jij, ja, dat met, met, met dus dat dus soort teksten? Het allerbelangrijkste voor mij is, hij is een jongen van de club. Ik heb een foto op Instagram uh, staan nu. Daar is hij geloof ik uh, zeven of acht jaar. Ja. Staat hij met een grote beker in zijn handen. Vanaf dat moment is, is hij die gaat is Ajaxiet. In hart en nieren. Alles wat hij uitnaamt is een Ajaxiet. En nu is het zo dat, uh, dat deze man dus afgeserveerd wordt. Door, dat is het. door iemand die er twaalf dagen zit. Iemand die doet dat, twaalf twaalf, dag dat is wel pijnlijk ook. Dat is natuurlijk ja. pijnlijk. Diezelfde man heeft overigens nog. Anderhalve maand geleden, voordat hij überhaupt in dienst kwam, ja. tegen hem gezegd dat jij ja, pool position lag. Ja, maar daar heeft hij dan ook een logische verklaring ja. voor, want hij zegt: Ja, toen lag hij ook in pool position. Ja, ja. En ik kan hem even kwoten: ja. Hij zegt, Ja, maar de hele reis met hij te gaan was onvoldoende. De grote ja. wedstrijden heeft hij niet gewonnen. Ja. Dus dat, dat klinkt ook wel weer logisch, toch? Dat, dat, dat klinkt dat je zegt van. van uh, maar het niet dat hij die geheid heeft moeten doen met hetgene wat hij zijn schoot geworden bekreeg. Hij heeft daar nooit de tijd voor gehad om daar ook maar iets aan te doen. En dat wil niet zeggen dat hij die, chaos, die wel die tijd had gehad, dat hij het wel fantastisch had gedaan. Ja. Alleen, ik vind de afrekening niet correct. Maar hij had het nooit moeten doen. Ja. Daar hebben we het al heel vaak, het heel vaak over gehad. Hij ja. had het nooit moeten instappen. Maar goed, Sven dat heeft het ook lastig. Hè? Dit is ook een hele lastige positie waar hij nu in zit. Ja, hij heeft toch volmondig ja gezegd tegen dit hele verhaal of niet? Hij heeft een contract voor drie jaar getekend. Dus ja, maar je, ik, we uh, kunnen hem uh, misschien ook een beetje ruimte geven in, in zijn keuzes. Omdat je denkt, ja, het is ook wel lastig. Luister, ik hoop met alles wat ik zeg, dat ik hartstikke ongelijk ga krijgen. Dat we volgend jaar met vlaggenwimpel kampioen worden. En dat we met een fantastische selectie en met allerlei oud-Ajax spelers in het in bestuur en in de bestuursraad. En dat het hartstikke goed gaat. Alleen, ik geloof er niet in. Nee. Nee. Laten we het hebben over volgend seizoen. Ja, laten we het. Want we, ja, we waren net bij Sven Misseliet dat. Maar hij heeft natuurlijk de, zijn baan is natuurlijk spelers kopen. Maar uh, Kale gaat juist op zijn stoel zitten. Nee, ik ga niet op z'n stoel zitten. Nee, maar voor nu even? Als ik op z'n stoel ga zitten, dan gaan de hele andere dingen <laughs> Dus laten we dat nou niet doen. Nou, je gaat nee, ernaast zitten, de waar de hebben drie, we versterkingen een open nodig? Er staan de drie op nominatie. Je bent het zelf eigenlijk min of meer aangegeven. Hè. Kulus, Timber en... Uh, er was er nog eentje. Alfa Alves. Van die drie, wie ja. zou je het liefst zien willen blijven? Als ik daarvoor zou moeten kiezen, dan zou ik hopen dat Timber zou blijven. En waarom? Omdat Timber een jongen van de gaak weer. Een jongen van de club is, de opleiding doorlopen heeft. In potentie denk ik een hele goede rechtercentrale verdediger is, uh, die op meerdere posities achterin kan gebruiken ook. En ik denk dat, dat als je dan toch praat over AIS-DNA, ja. is een jongen van de club. Dus laat hem alsjeblieft blijven dan. Ja. Weet je, uh, Alfres, Mexicaan, met alle respect, via AIS gevoetbald. Zijn broodvoetballers die gaan een keer. Hetzelfde geldt voor Koeders, dat weet je. Maar ik denk dat het voor Timber, ook gezien de prestaties van het afgelopen jaar, en wat laten we eerlijk zijn, blonk ook niet uit. Nee. Druk ik mijn zachtjes uit. Was ook wel moeilijk hè, in die achtergoede. Dus dat, dus geef die jongen nu ook een kans in het nieuwe seizoen. En laat hem dan nog een jaar gewoon bij Ajax spelen. En ga met een prijs weg. En denk jij dat van die drie spelers, dat de enige spelers zijn die gaan? Als we een beetje gaan speculeren, of denk ja, je dat er nog wel eens... Dat, 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 dat er een paar niet tevreden zijn. Dus ik denk dat het sterk afhankelijk maar dat is. Maar dat is het krom in dit hele verhaal. Je weet dus niet met wie je te maken gaat krijgen. Je weet niet wie je trainer gaat worden. De spelers zijn dus ook afhankelijk van hetgene wie gaat er komen. En vervolgens, als, als Misselin dat nu zegt, ja maar het is mijn pakkie aan. Met wie moeten die mensen nou gaan praten? Met die trainer of met die technisch directeur? Vertel ja, maar. Ja, met die technische directeur, want er is. Hè, want die gaat over de baantjes hè, in dit geval dus. En uh, als je kijkt naar versterkingen? Oh, er zijn er heel veel die ik zou halen. Er er maar ze hebben, ze hebben ingezet op een, op een rechter centraal verdediging, met andere woorden, ze sorteren al voor ja. op, het, op het vertrek van Timber. En ze hebben het over een speed omdat hij Luca weggaat. En hij heeft natuurlijk ons verschrikkelijk veel geproduceerd. Ja, <laughs> top aankopen die we gedaan hebben. Dat was gelukkig uur. Maar is Luca was toch eigenlijk een beetje het symbool ah. voor dit seizoen. Dan, 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 ja, was het Luca, echt, dan stond je achter of dan stond je gelijk. Luca, en dan kwam Bessie. Luca erin. Moet ik nog even doorgaan. Uh, onze, onze Oostenrijkse vriend. Ik bedoel, kom op nou jongens. Het was allemaal grauwe middelmaat. Maar als ik dan toch voor een spis moet gaan die... Uh, die, die uh, Eigenlijk de tweede viool gaat spelen. Want normaal gesproken gaat Broby wordt eerste spits. Ja, ben je daarvan overtuigd? Dat ik, ik, zou dat, het... ik zou dat in ieder geval doen, ja. Als je ziet de afgelopen wedstrijden. wat hij gebracht heeft. en dan kan je zeggen, hij heeft te weinig gescoord. Ja, tot je dienst. maar ook dat uh, kan je ophangen aan de rest van het elftal. Maar hij voetbalt makkelijk 90 minuten uit. Hij is fysiek sterk. Het is een aanspeelpunt. Het is een jongen die door IJs opgeleid is. En als je daar een schadu spits met hem. Dan, dan, dan zou ik eens een keer kijken naar die Laudische van Sparta. Oh ja? Ja. Maar die gaan misschien, die gaan misschien in Europa in, ja, hè, Sparta? Ze dus, ja. ja, ze kunnen. Ja. maar kunnen. Maar is een. Dat is, als je een plan B wil hebben. Dat is een jongen met lengte. dus een jongen, als je hem gaat zien. Dat is een, eigenlijk een beetje een type aller. En die mis je wel. En dat op het middenveld. Want het lijkt erop dat Taylor dan waarschijnlijk ook wel gaat blijven. Dus je hebt er een hele goede zes nodig. Ja. Ja, dat, dat is eigenlijk heel belangrijk, toch? Die goede zes. Je zal een, je zal een, je zal een creatieve middenvelder moeten hebben. Ik denk niet dat je nog meer verdedigende middenvelders moet hebben. Ik weet niet hoe jij de sessie ziet. Maar als jij de sessie ziet als een verdedigende middenvelder. Of als een ja. controlerende middenvelder. Zo moet ik het zien. Ik denk inderdaad dat je behoefte hebt aan creatieve middenvelders. Je hebt Klaas en Telers, Zijn een beetje van in mijn optiek. Eigenlijk een beetje dezelfde spelers. Alvarez gaat weg. Dus daar zou je, je een vervanging voor moeten hebben. En dan als je kijkt naar Vos bijvoorbeeld. Ja. Dus die, die heb je in feite in huis. Maar te vroeg? Weet ik niet. Waarom? Nou, om dan nu te zeggen, jij, bent, uh, jij gaat het hele seizoen spelen. En, uh, ja, misschien moet je er nog Maar je moet wel zorgen dat je dat soort jongens perspectief gaat geven. Dus heb je, je hebt met Haato al gezien. Die was 16 toen hij debuteerde. Die is nu inmiddels 17 geworden. Die gaat volgend jaar gewoon linkercentraal centraal verdediger spelen. En ja. misschien komt hij maar in het stuk voor. Let op mijn woorden. Ik ja. denk dat je met Vos, dat je op het middenveld iemand hebt. Die het heel goed kan. Dat heeft hij al bewezen Bij Jong. En je hebt natuurlijk ja. Fitzjim. Daar ben je natuurlijk aan het begin van het seizoen, zei jij ja, over. Is dat is iemand die wat in de, ja, in de gaten moet houden. Ja, zeker. Nou, het worden spannende tijden. Ja. ja. Heb, je er, heb je er een beetje zin in? Nou, ik moet je zeggen, ik ga eigenlijk, want het is onze laatste podcast. Ik ga eigenlijk met een klote gevoel de zomer in, zal ik je eerlijk vertellen. Omdat het gewoon, je hebt aan geen duidelijkheid. Het is op alle mogelijke fronten is het onrustig. Uh, we hebben een bestuursraad die weg is. We hebben, een, uh, we hebben een, 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 een vakante positie voor algemeen directeur. Ik hoop van ganse harte dat er iemand met, met, uh, met een ijs achtergrond uh, naar binnen toe gehaald gaat worden. Er wordt gesproken over Jordi Kruif. Dat heb ik even helemaal vergeten. Dat stond ook op mijn lijstje. Want, ja. uh, laten we het er heel veel daarover hebben. Word je daar wel vrolijk van? Nou ja, Jordi Kruif is, is qua naam natuurlijk fantastisch, he? want hij het Kruif. Ja. Maar volgens mij heeft hij meer een Barcelona-achtergrond dan een Ajax-achtergrond. Maar het lijkt een beetje op elkaar, toch? Oh ja? Beetje. Oh, Oké. Okay. Ja. Barcelona lijkt op Ajax. Ja, ja. Ajax lijkt op Barcelona. Ja, ja, dat is ja, maar hoe ja, je het bekijkt. Ja, 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 ja. Maar ik denk wel dat als je... Ik zou, ik zou opteren als ik nou toch een keuze moet maken. Dan zou ik Menno Gele doorschuiven als algemeen directeur. en zou ik Jordi Kruijf mee in het binnenhalen als, als commerciële man. Oké, okay. spannend. We gaan uh, naderen, het einde. Het einde. Nou zeg, dat, wel, dat vind ik allemaal wel heel erg... Uh, ik ben, ben me rot geschrokken, Sam, van, van alle reacties. Ja, laten we, we het daar even ach, over hebben. Kokky had een uh, boodschap hè, in de laatste ja, aflevering. Twijfelde over, uh, over, uh, over nog een seizoen doorgaan. Ja. En daar hebben wij natuurlijk achter de schermen het nodige al over gezegd. En uh, onderling ook het nodige over, uh, over gesproken. Ja. Met Kokkie samen. En als je dan ziet wat voor reacties er loskomen... Het is echt best wel bijzonder eigenlijk, hè? Ja, uit alle, uit alle hoeken van het land en bij alle clubs vandaan. Ook. Maar de topcomment was, Feyenoord Feyenoord top was van een Feyenoord-fan, hè? Ja. De topcomment was van een Feyenoord-fan. Ja, er zijn er zelfs bij die... Uh... Wat doet dat met jou als je al die reacties leest? Nou ja, weet je, je voelt je gestreld, zo simpel is het. Ja. Weet je, en, het is, uh, en met name de, de, de insteek die mensen kiezen van... van ja jullie Jullie vertalen eigenlijk hetgene wat heel veel supporters denken. Nou, dat vind ik A een compliment en B, ja, weet je, we, zo hebben we het afgelopen twaalf, dertien jaar gedaan. En het zal nooit anders worden. Ja. We dragen het hart op de tong wat dat gaat. En uh, dat zal nooit anders worden. En soms, in, uh, soms pakt dat positief uit en soms wat minder positief. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Zijn grootste probleem, kokjes grootste probleem, is dat het, het afgelopen jaar natuurlijk een drama was. Ja. Hij vindt het uh, vreselijk om, uh, om de club af te zeiken. Dat vind ik ook, alleen aan de andere kant. Het moet wel gezegd worden. En ik vind dat als je iets vindt uh, en je staat erachter, dan, uh, dan moet je dat ook uitdragen. En uh, ja, dat is hetgene wat we de afgelopen maanden met name geprobeerd hebben te doen. Uh, met het mismanagement wat, uh, wat er bij Ajax was. En, uh, ja, maar dat is eigenlijk, als ik, het, als ik jullie zo hoor, en ik snap heel erg dat jullie dat hebben. Hè, dat je gewoon. Je houdt zielsveel van Ajax. Ja. Maar ja, je moet wel kritisch zijn en je moet het afzeiken Helemaal aan dit seizoen. Maar dat ja. is er al een reden voor. Hè? Uh, maar aan de andere kant, je kan het ook omdraaien. Want jullie zijn, doordat jullie dat doen en uh, de vinger op de serie plek leggen, uh, geven jullie ook wel weer heel veel blijdschap aan Ajax-fans. Ja, zeker. Dus, dus met die. Uh, uh, met die gedachte vind ik ook dat je, dat je erover moet nadenken. Ja, maar jullie gaan er gewoon even over nadenken, toch? Dat is een beetje het. Uh... Ja, ik ben er voor mezelf, ben ik er wel uit. Uh, maar dat was ik al. Het is een, beetje, dat is een <laughs> beetje Ajax in het klein hier. En, uh, maar Kokkie is, uh, is wat dat gaat nog, uh, nog in een, in een, in een twijfelbodem, zeg maar. Maar ik denk voor mezelf dat het mooiste zou zijn. En als daar een positief verhaal uit gaat komen. dan denk ik dat volgend jaar wel het laatste jaar gaat worden. Ja. En dat we dan, uh, dat we dan heel goed moeten nadenken. hoe en wat en zo. Maar, maar Kale, ik, zit, ik zat in de auto. Ja. en toen zat ik te denken. Jullie hebben het ook 13 jaar geleden. Jullie vallen toch in een totaal zwart gat. Wat, wat, ja. Dan zit jij straks maandag om 12 ja. uur. Niet, niet, nou, mijn even. vrouw heeft hij inmiddels twee geraniums gekocht. Ja. En, uh, dus ik weet niet wat daar de bedoeling van was. Maar, ik <laughs> nou, denk het wel. Ja, ah, nou nee, ja, goed. Weet je, maar daar zijn we weer een jaar verder en dan zien we. Maar goed, weet je. Wat, dit is. Laat ik het anders stellen. Ik vind, ik vind het gezien alles wat er op dit moment speelt. Alles wat er op dit moment gebeurt bij Ajax. En alles wat er op dit moment staat. Of eigenlijk wat er staat gebeuren bij Ajax. Vind ik het eigenlijk dat we een morele verplichting hebben om er nog een jaar aan vast te kopen. Al zou het alleen maar zijn om te kijken wat die, uh, wat die figuren die er mogelijkwijs aangesteld worden, ervan bakken. Ja, nou mooi. We gaan naar het laatste stukje van de podcast. Wat ik had natuurlijk nog een waanzinnige vraag. Toen. Wat was jouw hoogtepunt van het seizoen? Ja. Over het seizoen? Ja. <laughs> of voor Kalen en ik heb geen, ik heb geen, Ik heb niet echt een hoogtepunt, Sam. Jawel, de boet. Nee, ik heb erover. Je hebt, Matthijs, we zaten net even een bak koffie te drinken. Ja. En ik heb de best over na te drinken. En toen kwam jij met. Ja, misschien <laughs> was dat wel die wedstrijd tegen Rangers. Ja, maar toen, toen was ik, het van, toch nog. Luister nou, ik ging echt. Ik ging die wedstrijd, toen we, toen we daar wonnen we met, met, wat was het ook weer 5-1 of 4-0, ik weet het niet eens meer, het maakt niet zoveel uit. voor ruime cijfers, Champions League en, uh, en Rangers, dat was de eerste wedstrijd. En toen dacht iedereen van, nou, dit wordt echt, dit wordt fantastisch. En als je dan, ik heb die wedstrijd daar nog een keer terug zitten kijken. En als je dan kijkt, waar tegen wie je hebt staan te voetballen. Ja, ja is... jongens, dit, dit kan ook nooit een hoogtepunt geweest zijn. Dus je hebt er gewoon echt geen? Nee, ik, heb geen... ik dacht misschien het hoogtepunt. dat dan toch Sean Heitinga. ondanks uh, zijn route die hij voor zichzelf had bedacht. Uh, gewoon heeft gekozen voor Ajax. en heeft gezegd: Weet je wat, ik doe het. Dat vind ik een dieptepunt. Maar een hoogtepunt in de zin van dat hij dat heeft ja, gedaan. Dat vind, ik, dat vind ik een dieptepunt. Dat meen ik echt. het feit dat, dat deze man. Je kan hem ook omdraaien. Je kan hem ook omdraaien. Dat het juist ja, een mooie dat, actie dat is geweest. Maar goed, Dus het resultaat van het hele verhaal, Sam. Is dat uh, zijn trainingscarrière in de knop gebroken wordt. Dat er nu, en dan ga ik nog maar in herhalingen vallen. Dat er nu gezocht moet gaan worden. voor een functie van hij die gaat binnen Ajax... om hem überhaupt te, uh, te, behouden, ja. te behouden. Nou, dat is, dat is sowieso al slecht. Uh, we hebben al een functie gecreëerd. Hè? Chief Sport Officer. Hè? Hebben we ook al gecreëerd. Dat ja. was een ja. functie die niet bestond. Daar zit die meneer Hendricks op. Die weet ook nog god niet wat hij aan het doen is volgens mij. Moet je eens gaan praten met die mensen op de toekomst trouwens. Als die nou, uh, als die nou, als die nou gewoon zegt van ik ga lekker bij Pinocchio aan de bak. <laughs> hè? En uh, dan maken we gaat chief sport officer. Dat vind ik wel een goede functie. Ja, laten we dat, nou, we dat laten gewoon. We, dat, laten, uh, we, laten we nou, daarvoor ja. gaan. Nou, dit was het seizoen dan. Hele fijne vakantie iedereen. Bedankt voor het luisteren. Ja. Ja. Leuk Sam dat je het gedaan hebt de afgelopen twee jaar. Uh, ja, ik heb ervan genoten. Ja. Dat snap ik. En we gaan uh, lekker op vakantie, denk ik. Bart, hartstikke bedankt. Hè, ja, haar Bart, je dank zo. je wel. En, en Media ook trouwens. En ook Alton en Zij Kokkie. Hè, want die zijn er niet, maar die hebben ook meegedragen. Maar meegedragen. de Kokkie, Aan de kokkie een, bijna zo ver dat hij nog even zou inbellen. in. Uh, maar hij heeft een, uh, hij heeft een slechte, slechte dag achter de rug. Dus het ging even, ging ja. even, het ging even niet door. Maar uh, wij hopen hem uh, snel weer uh, te zien en te spreken. Ja, en fijne zomer, luisteraars. Ja, met heel veel positief Ajax-nieuws. Laten we daarmee besluiten. Ja, joe.